ben daar enorm dankbaar voor al die lessen dat we hebben. Maar ook, ja, het is echt een community. Het is echt iets, een sterke band dat ze daar allemaal hebben. En ik reis graag om de cultuur dan te ontdekken. En daar is dat puur echt. Dat is ja, al. Iedereen is van ergens anders en dat is zalig om. Iedereen zijn andere normen en waarden. En ja, ik vind dat heel interessant en daar leer je ook echt super veel bij. Ja, dat is anders, maar dat is super interessant. Ook wat zij dan opvangen, zal iets helemaal anders zijn dan iemand dat het helemaal ziet. En ja, dat is iets dat mij persoonlijk heel erg interesseert. En ik vind het ook heel leuk dat het publiek de kans krijgt om te kiezen wat ze zien en wat ze. Of als ze ja, ergens anders willen zijn. We zijn allemaal denk ik wel blij om een keer buiten te dansen en ook mensen rondom ons te hebben, want met corona was dat aan minderen. Ja. Ja, we zijn allemaal echt wel heel blij om hier te zijn. Dus we maken zelf een solo die we in ons eerste jaar als opdracht hebben gekregen om een solo te presenteren voor onze evaluatie. Die moesten we normaal gezien op Dansant tonen. Maar iedereen heeft dat wel een beetje verwerkt. En ik ben begonnen met poëzie te schrijven in verband met dan het hokjesdenken in de maatschappij en het labelen. En daar heb ik dan gebaren opgezet. En dat in stilte. En dan mijn dans zelf op muziek is meer ja, echt dansen en redelijk heftig. Maar met daar ook in verwerkt, dat hokjes denken. En dan op het einde sluit ik af met dezelfde gebaren. Om het, ja, om het dan goed af te sluiten, allee, mooi af te sluiten. En Cassiel, dat is eigenlijk ook een leerkracht geweest bij ons, dus daar ga ik zeker naar kijken. En nog, ik denk dat ik hier gewoon een hele avond ga rondlopen en ga genieten.